Een jaar of 10 geleden zagen we bij de bouwtechnische opleiding in Amsterdam al de eerste tekenen van terugloop van het aantal leerlingen. Het zit hem vooral op onbekendheid. Daaroverheen kwam de crisis in Amsterdam. Er was natuurlijk geen moeder meer te vinden die zijn kind adviseerde: ga een opleiding in de techniek doen, want dan heb je een mooie carrière in de bouw bijvoorbeeld. Dit is echt een probleem. De ene stapel zijn het aantal sollicitanten voor de vacature van servicemonteur. Dit is uit een grijs verleden. En als je nu kijkt naar de huidige tendens, zijn er nog maar 26 sollicitanten voor de vacature van servicemonteur. Dat komt onder andere door de vergrijzing en het aanbod van het werk bij andere bedrijven. Maar tevens ook natuurlijk dat de uitstraling van een techneut, het technische gedeelte, niet sexy klinkt. En ondertussen zagen wij het aantal leerlingen maar kelderen en moesten we dus allerlei nieuwe acties gaan ontwikkelen om die leerling wel te bereiken. Concreet hebben we actie genomen door 6000 uur stage te geven aan VMBO, en MBO en HBO studenten. Hey, voor het toilet. Ja, goed, geweldig. En daarmee kunnen we een instroom krijgen binnen IJmeren Service, maar ook binnen IJmeren, om ervoor te zorgen dat onze aanwas gewoon goed blijft. Dankjewel meester. Ik loop 3 dagen per week stage bij IJmeren en op donderdag en vrijdag 2 dagen ben ik op school te vinden. We doen de SMG-opleiding, dat is een service medewerker gebouwen. Daar hebben we 6 disciplines in, waaronder elektrotechniek, installatietechniek, tegelen, stucadoren, timmeren en metselen. Is met jouw stage? Of ja, gaat zeker goed, alleen maar positieve reacties. IJmeren brengt haar kennis in, direct uit de praktijk, en biedt vervolgens stageplaatsen aan waarin ze onze leerlingen meenemen de markt in. En dat werpt zijn vruchten af. En dat zie je dan ook. Ik zou wel graag na mijn opleiding bij IJmeren willen werken, want ik leer er heel veel. En het is een goede woningbouwvereniging en er zijn veel leuke collega's waar ik het wel goed mee kan vinden. Wij vinden het heel belangrijk dat er 1-op-1 begeleiding is van onze leermeester met een leerling in het reguliere circuit, maar ook natuurlijk met een leerling met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik heb de kans gekregen van IJmeren om een opleiding te volgen en in dienst te komen als leerling. Ik zie mijzelf, als het aan mij ligt, nog heel lang bij IJmeren werken. En dat had ik eigenlijk 4 jaar geleden nooit durven dromen, zeg maar. Uiteindelijk is alles toch goed gekomen. De samenwerking met het ROC gaat gewoon hartstikke goed. En altijd zijn er altijd wel verbeteringen. En graag willen wij ook de docenten naar het bedrijfsleven toe halen. En dat is nog wel een actie die verder aandacht verdient. Ik vind het heel belangrijk dat onze leerlingen een warm gevoel krijgen bij de opleiding bij IJmeren Service. En de reden hiervan is onder meer dat we graag willen behouden en in willen lijven bij IJmeren Service om de techniek te garanderen voor onze klanten.